Dit is deel 2 van college 1. In dit gedeelte gaan we praten over wat sociale psychologie is. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jullie eerst vragen om na te denken over de volgende vraag. Wat zijn de grootste maatschappelijke problemen op dit moment? Als je nadenkt van wat zijn de dingen die spelen in de wereld, ja, waar we echt heel erg tegenaan lopen, wat heel problematisch is. Nou, een van de dingen die waarschijnlijk nu in je opkomt, is klimaatverandering. Klimaatverandering is inmiddels onomkeerbaar. We zien het overal, het is voortdurend in het nieuws. Elke zomer wordt het heter. Er zijn heel veel natuurrampen, smeltende gletsjers, noem het maar op. En dat komt door ons. Het komt door de mens. Het komt door hoe wij ons hebben gedragen. Natuurlijk komt het ook door meer factoren. Het komt vooral ook door de politiek en de keuzes die er gemaakt zijn en de industrie. Maar ook mensen op kleine schaal hebben invloed op klimaatverandering. En ik denk dat we allemaal wel weten wat we zouden moeten doen. Welk gedrag we zouden moeten vertonen om die klimaatverandering, ja, in ieder geval een klein beetje te stoppen of tegen te gaan. En zeg maar goed gedrag te vertonen voor de wereld om ons heen. Zo is het belangrijk als je bijvoorbeeld ervoor kiest om eens wat vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Om minder vlees te gaan eten. Nou, noem maar op, we weten eigenlijk allemaal wel wat we moeten doen. Maar toch is het heel lastig voor mensen om dat ook daadwerkelijk te doen. We gedragen ons vaak op een manier die ons op lange termijn schade toebrengt. Die op het korte termijn dat prettig is, het voelt lekker, het is comfortabel, het is fijn. Maar we weten wel dat op de lange termijn het ons in de problemen brengt. Hoezo is dat? Waarom doen we dat? Nou, sociale psychologie kan ons inzicht geven in menselijk gedrag en kan ons dus ook helpen om dit hele complexe probleem proberen op te lossen. Nou, een andere vraag die misschien in je op is gekomen is hoe het nou kan dat mensen ook vandaag de dag nog anders worden behandeld op basis van hun uiterlijk. Nog steeds komen er veel berichten, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, van mensen die enorm onrecht is aangedaan, puur en alleen op basis van hun uiterlijke kenmerken. Mensen reageren op het uiterlijk van anderen. En zo heb je in de Verenigde Staten gewoon een grotere kans om vroegtijdig te overlijden, om vermoord te worden, als jij een jonge zwarte man bent. Een veel grotere kans dan als je een jonge witte man bent. Hoe kan dat? Hoe kan het dat wij mensen op een andere manier behandelen, puur en alleen op basis van hoe ze eruit zien? Ook sociale psychologie weet hier heel veel over te vertellen. Nou, een andere vraag die misschien in je op is gekomen, is waar we heel veel mee te maken hebben gehad natuurlijk de afgelopen jaren, is de coronapandemie. En het menselijk gedrag en de rol die wij mensen hebben gespeeld in de verspreiding van dit virus. Het is blijkbaar heel erg lastig voor mensen om regels te volgen die uiteindelijk essentieel zijn ook voor hun eigen gezondheid en ook voor de algemene gezondheid. Regels zoals het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes. Mensen hebben hier heel veel weerstand tegen. Hoe kan dat? Hoezo is het zo moeilijk om je aan zulke basale regels te houden? En waar komt die weerstand vandaan? Ook hier kan sociale psychologie inzicht in geven. Een ander heel complex probleem in de maatschappij is dat mensen heel vaak machtsmisbruik, ervaring hebben met machtsmisbruik. En situaties die je kan vatten onder de grote kop Me Too. En in Me Too is er in dat soort discussies is er heel vaak sprake van een dader en een slachtoffer. Iemand die machtsmisbruik heeft vertoond, die seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond en mensen die dat hebben ondergaan. En voor die slachtoffers, voor degenen die dit hebben meegemaakt in een slachtofferrol, is het vaak heel erg lastig om zich uit te spreken. En ook dat leidt vaak tot heel veel onbegrip. Dat mensen vragen, ja, maar hoezo heb je dat gewoon niet eerder gezegd? En heel veel van dit soort gedragingen worden in de doofpot gestopt. Dat hebben we bijvoorbeeld ook recentelijk gezien bij The Voice hier in Nederland. Dat verschillende coaches en mensen die betrokken zijn bij het programma ook seksueel overschrijdend gedrag hebben vertoond. En dat jarenlang plaatsvond en dat niemand hiervan af wist. En uiteindelijk is het boven water gekomen, maar dat is een heel lang proces geweest. Een heel moeizaam proces. Hoe kan het dat het zo moeilijk is om je als slachtoffer uit te spreken in dit soort situaties? Nou, dit zijn natuurlijk hele grote vraagstukken. En ik ga echt niet zeggen dat ik dit allemaal ga oplossen in deze cursus. Dat zou natuurlijk niet, dat zou nooit kunnen. Maar ik kan je wel beloven dat je wat meer inzicht krijgt in deze complexe problematiek gedurende deze cursus. En ook als je gaat kijken naar je eigen leven, denk ik dat je nieuwe inzichten kan krijgen. Omdat sociale psychologie ons helpt om ons eigen leven beter te begrijpen. Denk bijvoorbeeld zelf eens na. Wat zijn nou in jouw eigen leven de meest invloedrijke gebeurtenissen geweest? De gebeurtenissen die jou echt hebben gevormd tot de persoon die je vandaag de dag bent. Dat kunnen negatieve gebeurtenissen zijn of positieve gebeurtenissen. Denk daar eens over na.
Nou, één ervaring waarvan we weten dat het echt heel erg vormend is voor mensen, is een ervaring van pesten of buitengesloten worden. Als je dat hebt meegemaakt in je leven, heeft dat waarschijnlijk een hele diepe indruk op jou gemaakt. En hoe kan dat eigenlijk? Waarom voelt het zo naar en zo slecht om buitengesloten te worden door groepsgenoten? En vooral als je jong bent en vooral als je in een bepaalde klas zit, bijvoorbeeld op de basisschool of op de middelbare school, dan hebben wij een diep verlangen om bij die groep te horen, om geaccepteerd te worden. En als dat niet lukt, ja, dan is dat voor ons heel erg pijnlijk. Het is echt, het doet zelfs, ja, als je dat meemaakt, dan wordt je brein actief op dezelfde manier als wanneer je fysieke pijn ondergaat. Dus psychologische pijn is ook echt daadwerkelijk terug te zien in het brein. Hoe kan dat? Hoe kan het dat dat zo'n impact maakt? Maar ook als je het hebt over positieve gebeurtenissen, natuurlijk een onderwerp waar ik zelf heel veel interesse in heb, is de grote vraag, waarom worden we eigenlijk verliefd? En waarom worden we verliefd op sommige mensen en niet op anderen? En de personen waar we verliefd op worden, vooral als we er vervolgens ook een relatie mee krijgen, die hebben ook heel veel invloed op ons. Die vormen ons als persoon. Onze meest intieme relaties met onze partner, maar ook met onze ouders, met onze beste vrienden, die vormen onze persoonlijkheid en die kunnen ons echt veranderen. En hoezo gebeurt dit? En waarom willen we überhaupt een relatie vormen met andere mensen? Nou, dit zijn allemaal vragen waar sociale psychologie zich mee bezighoudt. Dus laten we snel overgaan naar wat definities. Wat is sociale psychologie eigenlijk? Nou, eerst nog even wat meer uitzoomen. Psychologie, waarschijnlijk jullie wel bekend, aangezien het jullie opleiding is. Maar laten we eerst nog eens even op een rijtje zetten. Wat is psychologie? Als je hebt over een algemene definitie. Nou, psychologie is ook wel de wetenschappelijke studie naar het gedrag en het innerlijke leven van de mens. En met innerlijke leven bedoelen we gedachtes en gevoelens. Dus psychologie wil mensen begrijpen. En wil begrijpen hoe we nadenken en hoe we ons gedragen. Sociale psychologie wil dat ook. Maar die kijkt vooral naar één bepaalde component van ons leven. En dat is namelijk de rol van andere mensen. De sociale psychologie bestudeert de manier waarop onze gedachten, onze gevoelens en onze gedragingen worden beïnvloed door de aanwezigheid van anderen. Sociale psychologie wordt echt de studie genoemd van de mens in de context van andere mensen. Dus ga maar eens na. Als mens ben je heel vaak in een sociale context. Je bent heel vaak samen met anderen. Bijvoorbeeld hier zie je een vriendengroep of studiegenoten die samen zitten. En hun gedrag onderling, ze beïnvloeden elkaar. Dus hoe extravert ze zijn, hoe uitbundig ze zijn, of ze lachen of dat de sfeer juist serieus is. Op die manier oefenen ze allemaal invloed uit op elkaar. En in het algemeen zullen wij zien gedurende deze cursus, hebben mensen de neiging om zich aan te passen aan het gedrag van anderen. We imiteren als het ware de andere mensen die we zien in onze omgeving. Dat doen we automatisch en dat komt omdat de andere mensen in onze omgeving invloed uitoefenen op ons. Dus mensen worden beïnvloed door de werkelijke aanwezigheid van anderen. Dit noemen we expliciete aanwezigheid. Dus als je samen bent met andere mensen, zijn die expliciet aanwezig. Maar ook als wij in gedachten denken aan andere mensen, beïnvloeden die mensen die we alleen maar in onze gedachten hebben, beïnvloeden ons gedrag ook. Dus als je bijvoorbeeld ineens bedenkt, je bent bij je vriendengroep, je bent met medestudenten, en je denkt ineens aan je moeder. Je denkt ineens, oh, mijn moeder is vandaag jarig, ik moet nog op bezoek. En op het moment dat jij aan je moeder denkt, dan gaat zij onbewust jouw gedrag een beetje sturen. Dus alleen al denken aan iemand in je omgeving beïnvloedt jou. En dat is wat sociale psychologie wil weten. Dus op welke manieren worden wij beïnvloed door de aanwezigheid van anderen? Zowel impliciet als expliciet. Nou, anderen oefenen dus invloed uit op ons en dat noemen we sociale invloed. En de term sociale invloed, daarmee bedoelen we dus het effect dat die andere mensen, en dat kan zijn de daden van die andere mensen, de woorden die ze gebruiken of alleen al de aanwezigheid van andere mensen, die hebben effect op ons als persoon. Ze beïnvloeden onze gedachtes, onze gevoelens en onze gedragingen. En dat noemen we dus sociale invloed en dat is wat sociale psychologie wil bestuderen. Als psycholoog zijn we dus geïnteresseerd in de mens. We willen de mens beter begrijpen. En als je bijvoorbeeld eens kijkt naar klinische psychologie en persoonlijkheidspsychologie, dan is het analyseniveau is het individu. Deze groepen psychologen die zijn geïnteresseerd in individuele verschillen bijvoorbeeld. De aspecten van persoonlijkheid die de ene persoon van de andere onderscheidt. En daar zoomen ze heel erg op in. Dus eigenlijk het individu staat daarin centraal. Bij sociale psychologie ligt dat wat anders. Bij sociale psychologie is het analyseniveau het individu in de sociale context.
Dus sociaal-psychologen zullen nooit een individu loszien van de context waarin die persoon zich bevindt. Ze zullen altijd rekening houden met de invloed van anderen. Dat is sociale psychologie. En uiteindelijk wat sociaal-psychologen proberen te doen, is om een idee te krijgen van hoe individuen hun sociale situatie construeren. En met construeren bedoelen we de manier waarop mensen de sociale wereld proberen waar te nemen, te begrijpen en te interpreteren. Dus dat kunnen we samenvatten in het begrip construct. Welk construct gebruiken mensen om de wereld om hen heen beter te begrijpen?